Heer in Holland. Onder die naam werd in het Rijgebouw in Amsterdam de 11e Herenmodebeurs gehouden. Een show waarin duidelijk naar voren kwam dat er iets aan het veranderen is in de kleding van de man. Deze jasjes voor het voorjaar, van dubbele corduroy, de een met korte, de andere met langere veer, zijn bedoeld om het ouderwetse sportcolbert te vervangen. Groot was de belangstelling voor een colbert in Schotse ruit, gemaakt van kamgaren en niet van tweed. Nieuw zijn ook de Italiaanse sporttruien, waarmee je rustig op een hoed kunt gaan zitten. Want die hoed kan er tegen. Van katoen zijn de mouwen en de kraag van het zogenaamde overhemdvest, dat voor de rest van imitatie suède is gemaakt. Nieuwe modellen zijn er ook in autojackers met gepaspeleerde steekzakken en daaronder klepzakken. Pijp, sigaren, sigaretten, sleutels, losgeld, rijbewijs, agenda, paspoort, alles kan erin. Als het aan de modeontwerpers ligt, dan gaat de stropdas er onherroepelijk uit. Er gaan trouwens ook veel van die nieuwe dassen uit. Uit het overhemd. Het doet in het begin wel een beetje vreemd aan, maar misschien went het wel. De eerste herenregenjas van nylon bleek verpakt in een praktische pet. Deze Italiaanse vinding was een van de grote successen van de 11e Herenmodebeurs.